het eerste halve finale met een 17 plus. Een supersterke start voor Phoenix Europe. Randy van Os moet daar de bult even op tegen knikken. Het is Lavrijsen die er van zijn trappers afgaat. Daar profiteert Van Brussel van. En ook Roelofs komt ineens naar voren. Kan dan Van de Spijker aansluiten. Ik bedoel, niet Spijker, maar die andere Hooghout aansluiten. We gaan het meemaken met bijvoorbeeld Koen van der Wijst. Randy van Os, hij is zeker Van Brussel, Lavrijsen en Roelofs.